Er is veel aan de hand in Europa. En een Frans-Duits akkoord schijnt in de maak te zijn. Merkel is om en dat is best bijzonder, want ze heeft in haar eigen land ook heel veel problemen. Hoe zie je dat nou? Waar we naartoe gaan, als het aan Merkel en Macron ligt, is een Europese superstaat. Het is niet minder dan dat. De voorstellen die nu gepresenteerd zijn, het noorden gaat permanent betalen voor het zuiden. We krijgen Europees immigratie- en asielbeleid. Er komt toezicht op alle begrotingen van alle lidstaten. Er komt zelfs aparte EU- en een eurobegroting. Dus er gaat veel meer geld door Brussel worden uitgegeven. En de grote vraag is nu of ze Rutte kunnen kopen met een baantje. Hè? Dat is eigenlijk het spel dat nu gespeeld wordt. Ja, want dat speelde jongsleden vrijdag in de Kamer. Er was een debat over dit onderwerp. En daar ging je eventjes... Laat maar even kijken. Aan de ene kant zie je partijen, waar Forum voor Democratie er een van is, die denken vanuit het nationale belang en vanuit wat er belangrijk is voor Nederland om nu te regelen zo snel mogelijk. Aan de andere kant zie je mensen die denken vanuit het institutionele belang van de EU. En dat vind ik terug te horen bij de heer Rutte, bij de heer Harbers, ook bij enkele partijen hier, die denken vanuit de bestaande instituties binnen de EU en vinden dat het allemaal via de EU geregeld moet worden. Uiteraard lukt dat niet en daarom blijft de huidige situatie in stand. Ik vermoed, ik vrees dat dit iets te maken zou kunnen hebben met de dubbele pet die de heer Rutte op heeft, omdat hij ambitie heeft voor een baan in de Europese Unie. De heer Pechtold. Voorzitter, ik kan me voorstellen dat deze vraag een groot dilemma bij de heer Baudet opwerpt. Maar waar heeft die premier Rutte nou liever? Hier of in Europa? Het belangrijkste is dat we niet een premier moeten hebben die, zoals dat het geval was met Lubbers, die in begin jaren 90 onderhandelde over de euro en over het verdrag van Maastricht en eigenlijk al bezig was met ambities om straks een topfunctie te krijgen en daardoor het Nederlandse belang verkwanseld heeft en de gulden ook niet goed heeft verdedigd. Dat moeten we zien te voorkomen. Dus als de heer Rutte niet deze verklaring wil afleggen, als hij niet wil aangeven de komende 4 jaar zei ik pal voor Nederland, de komende 3 jaar inmiddels, dan hebben wij een vertrouwensprobleem. Als hij dat niet doet, dan moeten wij zijn onderhandelingspositie in Brussel ernstig wantrouwen. Ik hoop niet dat dat het geval is. Ik hoop dat hij nu aangeeft, ik sta voor Nederland. Dat zou prachtig zijn als we dat eindelijk eens zouden zien. Dank u wel. Nou, vandaag is er dus zo'n bijeenkomst. Hè? Wat gaan we nou zien? Voorspel eens wat. Nou, wat je ziet is dat een aantal landen, bijvoorbeeld Oostenrijk, Sebastian Kurz, die komen echt gewoon op voor hun eigen land. Die denken, die EU, dat is eindeloos vergaderen, daar gebeurt nooit wat. Wij gaan gewoon zelf grenscontroles invoeren. We gaan zelf ervoor zorgen dat we niet overspoeld worden met mensen uit Afrika, het Midden-Oosten. Hongarije doet dat ook. Allerlei andere landen in Centraal- en Oost-Europa. Nederland is alsmaar aan het denken vanuit die EU-instituties. En daar zit ook een persoonlijk carrièrebelang, vrees ik, in bij Rutte. Dus wat we waarschijnlijk gaan zien is dat Nederland toch maar weer door de bocht gaat. En meegaat in al die EU-voorstellen die natuurlijk niet lukken, maar die er wel voor zorgen dat die Europese Unie alsmaar machtiger wordt. Dus die staat wordt groter. En dat zie je ook aan het belastingbeleid trouwens van Rutte. De Rutte-coëfficiënt hebben we gezien de afgelopen grafiek, 6 jaar. Dus niet alleen de Brussel wordt groter, maar ook de Nederlandse staat. De collectieve belastingdruk is gestegen van ongeveer 35% naar bijna 40% nu. Dus ondernemers voelen dat. Mensen met een eigen bedrijf. We moeten veel meer betalen, veel meer afdragen. Wordt alsmaar vanuit de staat gedacht. En het liberale gedachtegoed is dus eigenlijk verdwenen bij de VVD. We krijgen eerst de verkiezingen voor de provincie. Daar ben je enorm mee bezig. Dat heb je nodig vanwege de bezetting van de Eerste Kamer. Ja, wij willen dit echt veranderen. Wij willen dat de linkse koers van de VVD gestopt wordt. En dat kan door als Forum voor Democratie heel groot te worden in de Eerste Kamer. En dat kan weer als je op 20 maart 2019, dus dat is over een maand of 10... heel groot wordt in al die provincies. Want die provincies die kiezen de Eerste Kamer. Dan kunnen we alle maatregelen van Rutte tegenhouden. Dan kunnen wij ook in de Tweede Kamer gaan lobbyen voor veranderingen die wij willen. Bijvoorbeeld versoepeling van het ontslagrecht, bijvoorbeeld afschaffen van de schenk- en erfbelasting, bijvoorbeeld veel meer ruimte voor ondernemers, veel minder regels, minder immigratie, minder EU. Dat wordt dan mogelijk. De personele invullingen, ben je daarmee bezig al? Heel intensief. Ik ben bijna 2 keer per week in het hele land geweest de afgelopen maanden, samen met allerlei andere mensen die voor Forum werken. We hebben meer dan 1200 gesprekken gevoerd met mensen uit het hele land die allemaal actief willen worden in de Provinciale Staten of in de Eerste Kamer. Er zitten ontzettend goede mensen tussen.
mensen die grote bedrijven hebben gerund, mensen die hoog zijn geweest in het leger of nog steeds zijn, mensen die in het onderwijs zitten, uit de zorg, van alles en nog wat. En daar heb ik een selectie van gemaakt, samen met een aantal andere mensen. En we zijn bezig om die mensen te trainen om een heel goed team neer te zetten. Want dat zie je steeds bij allerlei beginnende partijen gezien natuurlijk, dat ze intern ruzie kregen of het niet goed konden bolwerken met goede mensen. Want is de rust wedergekeerd bij jou? Je had even wat rimpeling. Ja, we hebben een aantal mensen gehad die erg kwaad waren en die zijn zo uitgestapt. En de pers springt daar natuurlijk bovenop dan en maakt daar een groot schandaal van. Maar dat is eigenlijk al heel snel weer... Er was van de week een hele rare uitspraak over de werkgevende klos bij ontslag op staande voet. Kun je er iets over zeggen hoe je dat ziet? Ja, de advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft als advies uitgebracht, en de uiteindelijke uitspraak van de Hoge Raad moet nog komen natuurlijk, maar dat als je iemand ontslagen hebt op staande voet en die gaat er vervolgens daartegen in beroep, dat je hem toch moet blijven doorbetalen. Nou, als dat doorgaat... En zo'n beroep kan 3-4 jaar duren. Precies, dan kunnen dus midden, grote en kleine bedrijven niet meer het risico eigenlijk nemen om mensen aan te nemen. Dat zie je nu al. Heel veel MKB-bedrijven durven geen medewerkers meer aan te nemen. Maar dat wordt, als zo'n uitspraak doorgaat, nog veel moeilijker. Wij willen versoepeling van het ontslagrecht. Ja, dat het veel makkelijker wordt om mensen te ontslaan, omdat je dan zult zien dat mensen ook weer meer zullen worden aangenomen. En ondernemers die gaan dan groeien. Dat is goed voor de economie. En dat is dus het tegenovergestelde van de richting die het land nu uitgaat. Ja, Rutte stond van de week zwaar onder druk over die dividendproblematiek. Shell die schijnt 7 miljard uitgespaard te hebben, ja, door een ruling die ze troffen. En... Ja, dus de cadeautjes worden gegeven aan een paar multinationals, waarbij het geld vooral terechtkomt dan bij buitenlandse aandeelhouders. Terwijl het MKB, dat is eigenlijk een motor van de Nederlandse economie, steeds meer lastenverzwaringen te verduren krijgt. Ik noemde net al die erf- en schenkbelasting. Is ontzettend belangrijk, ook voor familiebedrijven bijvoorbeeld. Het wordt heel moeilijk om dingen door te geven aan de nieuwe generatie. Wat standpunt daar van jullie dan? Afschaffen. Daar is al belasting over betaald. Als jij spaargeld hebt, dan heb je daar al belasting over betaald. Dan moet je dat kunnen geven aan je kinderen of aan mensen die jouw bedrijf verder gaan opzetten. Dus dat is een van de voorbeelden van belastingverlaging waar wij voor staan. Net als lagere belastingen voor het MKB en andere zaken die direct ten goede komen aan de Nederlandse economie en niet wat nu gebeurt, multinationals die buitenlandse aandeelhouders trekken. Zaterdag 30 juni hebben we een soort congres met de JFD. JFD is de jongere organisatie van Forum. Hoeveel leden hebben die nu? Ruim 4000. En daarmee is het de één na grootste jongere partij van Nederland. Wie heeft de grootste dan? SGP. SGP. Ja, daar kun je niet tegenop. Maar wij zijn groter dan de JOVD, dus de jongere partij van de VVD. We hebben een groot congres op het circuit van Zandvoort. Volgende week zaterdag. Daar zal onder andere Khadija Ariep ook spreken, de Kamervoorzitter. Is ze daartoe gerechtigd dan? Ja, zij vindt het leuk om dat te doen en we zijn heel blij dat ze wil komen. En GroenLinks heeft ook zo'n partij, maar die is niet zo groot? Nee, de jongere partij van GroenLinks die heeft 600 leden. Dus wij zijn bijna 10 keer zo groot. Heb je er nog steeds zin in? Want je staat vaak onder druk en je hebt veel linkse pers die het je niet makkelijk maakt. Nou, weet je wat mij motiveert? Dat zijn twee dingen. Ten eerste dat ik echt geloof dat het nu heel erg de verkeerde kant op gaat met Nederland. Belastingen hebben we al genoemd, maar ook immigratie en de manier waarop de EU alles afpakt en overneemt. Hoe de democratie wordt afgeschaft. De vrije pers door die nepnieuwsbrigade die allemaal dingen gaat censureren enzovoort. Dus ik maak me heel erg zorgen en dat motiveert me. Maar wat me ook heel erg motiveert is de steun uit het hele land. Maar je hebt ook financiële steun, daar roep je in op. Heb je dat nodig? Ja, dat is waar het nu om gaat. Dus de VVD heeft 8 miljoen in kas om een enorme campagne weer te gaan voeren. Dan krijg je al die propagandaverhalen weer. Wij zijn doen, wij de aanpakken. Allemaal flauwekul. Maar heel veel mensen die worden daar toch door verleid. Dus wij moeten een tegencampagne voeren. We moeten ons eigen verhaal heel goed kunnen gaan vertellen. Dus wij hebben een crowdfunding gestart op onze site. Wij willen 1 miljoen euro ophalen. Daar kunnen mensen voor doneren. Dan kunnen we op 20 maart 2019, dus bij die Provinciale Statenverkiezingen, een van de grootste partijen worden en echt iets gaan veranderen in Nederland. En daarna komen de Eerste Kamerverkiezingen? Nou, de Eerste Kamer wordt gekozen door die leden van de Provinciale Staten. Dus alle 12 provincies hebben een soort mini-parlement, dat zijn die Provinciale Staten. En de leden daarvan, die kiezen de Eerste Kamer. Dus als we het goed doen bij de provincies, dan kunnen we met 8 of 10 zetels in de Eerste Kamer komen. En van de 75 zetels die er zijn, kun je dan echt het verschil maken. Je was onderwerp van gesprek vrijdagavond bij VI. Daar was Geert Joling ook aanwezig. Heb je het gezien? Nou, je hebt het me even laten zien voorafgaand aan de uitzending. Ja, ik ben blij dat ze allemaal enthousiast zijn over ons. Nee, we gaan er zo even naar kijken.
Oké. Okay. Ga mee, we gaan boos. Dat is goed. Ja.